Welkom hier bij Lab 42, een nieuw gebouw voor de Universiteit van Amsterdam. Ik ben Rick de Haar, Senior Construction Manager bij Dresden Sommer. Mijn naam is Jeroen van Egmond, collega van Rick. En wij hebben samen directievoering en toezicht gedaan op dit mooie project van de UvA. Ik ben Marlies Veldman en ik ben projectmanager van het project Lab 42. We hebben een uitvraag gedaan, een Europese aanbesteding. En daarin aangegeven wat we zochten en welke kwalificaties en wat de werkzaamheden waren. En Dresden Sommer was een van de partijen die ingeschreven heeft. Er waren 5 partijen en zij scoorden het best. Wat de visie van dit gebouw is, is dat het het eerste gebouw is van de UvA waar heel bewust onderzoek, onderwijs en samenwerking met het bedrijfsleven, de samenleving, samenkomt in één gebouw. Nou, het bijzondere van Lab 42 is dat het eerste energie-neutrale gebouw is van de Universiteit van Amsterdam. In die zin dat daar echt circulaire principes zijn toegepast, echt bewust. Dat is het doel waar je naar streeft en dat moet je op een zo goed mogelijke manier maken. Dat je daarbij nog kijkt of er tijdens het uitvoeringsproces dingen op een betere en duurzamere manier kunnen, is logisch. Maar ik vind dat niet meer dan normaal tegenwoordig. Het is flexibel, dus de vloeren zijn uitneembaar, de wanden zijn uitneembaar, de hele gevel is uitneembaar. Eigenlijk kan je het hele gebouw uit elkaar schroeven. Het is niet verlijmd of gelast en elders weer opbouwen, behalve de fundering. En energie-neutraal, het wekt net zoveel energie op als het gebruikt. En we zijn heel bewust omgegaan met materiaalgebruik, dus heel veel gerecyclede materialen toegepast. Dus we hebben de UvA begeleid bij totstandkoming van de aanbesteding, selectie van de aannemer, project haalbaar maken en uiteindelijk de uitvoering en nu de nazorgperiode. De samenwerking met Dresden Sommer die begon al in de bestekfase. Toen is er iemand van Dresden Sommer die heeft meegekeken met het bestek en gekeken waar zitten nog zaken in het bestek die geoptimaliseerd kunnen worden, die beter kunnen, die scherper kunnen. En daarna de samenwerking die ging echt floreren op het moment van de aanbesteding met de aannemer. Daar heeft Dresden Sommer echt een belangrijke rol in gespeeld. We hebben dit gedaan in nauwe samenwerking met aannemer Visser en Smit en natuurlijk met alle betrokken adviseurs, zoals de architect Bentham Krauwe Architecten, de constructeur Strake en adviseur Deerns voor de installaties. En verder was qua akoestiek DGMR nog bij het project betrokken. En eigenlijk was het onze taak om al deze partijen bij elkaar te brengen tijdens de uitvoering. We hebben iemand die is heel erg goed in contracten, financiën, dat soort dingen. We hebben iemand die op het gebied van organisatie en administratie weer heel sterk is. En ik zelf ben altijd meer van het praten, mensen bij elkaar houden. Ik denk dat wij als aannemer, als bouwkundig aannemer, daar wel de klik hebben gehad met Dresden Sommer als bouwdirectie. Waar liggen de uitdagingen, waar liggen de risico's? En daar hebben we met elkaar op ingespeeld. Wat vooraf bedacht is, dat we dat ook met elkaar uitgevoerd hebben. De kritische punten hebben we geoptimaliseerd met elkaar. In de moeilijke details, in de makkelijke details, dat we binnen de bouwtijd hebben opgeleverd. Dit is een buitengewoon leuk project geweest voor ons. We hebben hier een enorme goede samenwerking gehad, in eerste instantie met de UvA. Maar zeker ook met de aannemer. Dus we hebben eigenlijk de bouwtijd zo goed als aangehouden. We hebben binnen de schema opgeleverd. En dat in een goede harmonie. En dat blijft je wel bij. Het is echt wel een mooi project voor ons geweest. Ik vind het natuurlijk onwijs tof gebouw en ontzettend mooi geworden. En eigenlijk nog mooier dan aanvankelijk werd geschetst. Ja, dus ik denk ook echt dat we heel erg trots mogen zijn. Zowel als Dresden Sommer, maar ik denk ook als UvA dat we dit gebouw hebben kunnen maken.